Wat? En dan gaan we gewoon heel rustig aan beginnen terwijl die twee naar vrouwen aan het kijken zijn. Oeh, dat... Oké, we gaan beginnen. Oh ja, sorry. Krijg ik weer mijn eerste pack luck? Dat zou mooi zijn. 1, 2, 3, 4. Water Energy. Nee, grapje. Ferrothorn. Toxicroak. Professor Leventon. Murkrow. Beldum. Beltoy. Sunkern. Vampy. Wallace. En volgens Steelstone, wat? Die ziet er wel ziek uit. Die ziet er wel uit alsof het iets zou moeten kosten. Ik heb geen idee, maar het is een holo, dus hij gaat in een sleeve. Een holootje. Hey, voor de mensen thuis, we zijn druk bezig met de ene en laatste pack opening van de stream. En we zijn weer Silver Tempest aan het openen, dit keer de doos van Paddy. Ja. En ja, het gaat lekker. Paddy's doosje. Ja. Sandring, zeg even gedag tegen de vlogging. Doe het. Hello Ink Vlogging. Welcome Ink, my dude. Amazing vlogging. We are opening a packing. Hey, packing. De packing. Dat is ook een Engels leenwoording. De Engels leenwoording. De sfeer zit er nog goed in. Precies. Zekering, maar dat gaat ook tot het einde gebeuren. Let maar op, Ink. 16 uur. Let's go. Ja, vermoeiend, zei je nog net niet. Gezondheid. Het wordt vermoeiend. Nee. Kan die iets verder, dat toetsenbord? Hij zit net in de weg. Hey, volgens mij moest ik van Nando doorgeven gezondheid toen je niet zei. Oh. Dankjewel Nando, dat is lief van jou. Nou, we hebben een Dark Energy. Lekker man. Primordial Altar, Sunflora, Worker, Zubat, Eligium, Fungus, Sandile, Relicanth, Zubat alweer en Hisuian Arcanine V. Dit is een beetje, die TikTok die Milan stuurde, elke keer Caterpie. Elke keer Zubat, wat? Ja. Zijn we in een cave of zo? Ja, die hadden allemaal wormpels achter elkaar. Of wormpel? Oh ja, echt vier wormpels achter elkaar. Ja, of die twee mensen die exact hetzelfde pakje hadden, tot aan de holo. Ja, dat was ook heftig, ja. Die had precies hetzelfde pakje. Die heb je mij niet doorgestuurd. Nee, maar die heb ik ook niet op TikTok gezien. Oh, oké. Nee, die kwam op YouTube een keer tegen. Oh. Oh dat weet ik. Ja, 1, ik weet niet of je een markt terug kan zoeken. Die gaan voortaan als je zoiets ziet. We hebben een Energy, Slurpuff, Honchkrow, Raichu, Viebes, Noibat, Snorend, Sandile, Fennekin, nog een Sandile en Frostlass. Huh? Heeft ze een geluidje afgespeeld? I don't know. Heb ik niet meegekregen. Hello there. Wat? Hello there. Ja. Oh, hello there. Maar dat was na het kampvuur. Oh. Hè? Die heb ik niet gehoord. Waarschijnlijk lachten we er doorheen ofzo. Of het zou ook heel goed kunnen. Met die vlogging. Milan, ik wou het echt net gaan zeggen. Jordi staat weer niet in het midden in. Nu wel weer in. Because Milan is zo'n fixing. Echt wel. Dit was een moeilijk pakje. Dat betekent goede kaart. Ja, dat is goed. Ja? Ik voel een Ferrothorn aankomen. Denk je? Een Ferroseed. Ik voel Murkrow. Nee! Een Energy. Waylord. Ninetales. Cladel. Ferroseed. Hoe doe je het? Smurgle. Esper. Dratini. Chinchou. Horizon. En Delphox. Je zei dat jij een betere doos had, hè? Gisteren had je niet moeten zeggen. Nee. Maar het kan nog steeds, hè? Die Lugia, maakt niet uit als al de rest kut is. Als je die Lugia erin zit, dan slaat. Ja, die belofte. Gaat het ook nog over deze box? 1, 2, 3, oh, oké. Dan hebben we nog hoop. Nee, doe nou niet. Nu heb ik Sanders ongeluk. Nee. Lugia zit hier niet in, sorry, Sandering. We hebben een Energy. Slurpuff, Capturing Aroma, Morpeko, Fennekin, Spinnerek, Beldum, Krogunk, Solasis, Trainer Art, Gardevoir en een met wie is dat? Gardevoir. Met is dat die champion van... Ja. Champion van X en Y. Karne heet ze, hè? Ze heet Karne in het... Japans. Ja, waarschijnlijk wel. En het leuke is dus dat in het Italiaans carnevlees. Carnevlees? Ja, dus hij heet gewoon vlees. In het Spaans ook. In het, ja, dat zou wel. Ja, dat zou goed kunnen. Dus hij heet gewoon vlees. In Japan. Juist. Trio. Yes. Hey, doe je mee met de game? Ja, Nando, jij mag maar best meedoen als jij zo'n dinkie wil. Nou, ik hoef geen tattoo, dat is een beetje het ding. 1, 2, 3, 4. Ja, best wel sad. Moet de Jordi nog voor we hebben een Fighting Energy. Breaksen. Murkrow. Capturing Aroma. Pikachu. Ponyta. Vennonet. Duwpijder. Spinda. Aquarendit. En Braviary. Oeh. Ik vind het wel brave van hem. Staat mijn naam wel goed? Nee. Oh. Ja, waarom doe je dit nou ook nou? Dan moet hij weer aan de naam zitten. Het is ook een beetje om te trollen. Ja, maar Sura staat veel hoger. Voor mijn gevoel. Ja, dit is... Volgens mij staat Sura met die 1500 nog hoger. Maar maakt niet uit. Geen idee. We hebben een Electric Energy, Toxicroak, Ferrothorn, Honchkrow, 3P, Vampy, Fletchling, Chimecho, Feebas, Unidentified Fossil en Gardevoir. Die had ik net ook. Nou ja, Gardevoir. Maar net was die alternate art en deze helaas niet in. Nee, helaas niet, nee. Ja, dit net was cool hè. Ik zei niet Vennonet, voor de mensen Venno. Niet luisteren. We hebben wel 10 abonnees hè, nu. 10 abonnees ja. En 12 abonneespunten. Ik weet niet wat dat betekent. Nog 13 maar... punten en weer een nieuwe emote. En dat betekent dat er 2 mensen op niveau 2 zijn. Ja. Yo, lekker hè? Ja, 2 mensen. Ik ben op niveau 1. Sorry Milan, maar ik ook heb het geld niet. Ik ben op 2. Ja, dat wist ik. Sunflora. Jij bent ook op 1. Primordial Altar. De Dene. Smurgle. Litten. Hij is bang. Bange poes. Petlil. Ja. Chinchou. Ferroseed. Radiant Serena. Die is vet. En... Medicham. Wow, Holo. Oh, die shiny Serena is echt vet. Ja, die... Ik weet al welke shiny ik wil in. Ja, maar... maar die... Oeh, mama! Ik heb een shiny in Sun and Moon. Die is echt een vette shiny. Ja, ik vind hem wel mooi. Met wit en rood. Ja, maar die dingen zeg maar, die zijn lila. Die dingen lila? Uit haar komen. Oh. Ja. Een beetje paars. Best wel dat is ook wel vet. Ja, dat vind ik wel een mooie kleur op zich. Hij stelt ook gewoon echt niet scherp. Hè? Ik weet ook niet waar die op scherp stelt. Op je vingertjes. Fingertrucking. Ja, kijk erin. Ja. Ja, die is mooi. Ah, gaat hij weer. Lang genoeg gekeken. Ja. Voor de visie jongens onder ons, lang genoeg gekeken. Die moeten dan nou hoor, niet gel nu. En een Medicham. Die is holo. Medichamming. Hapsikee. Dat is Engels. Volgens mij is mijn Digimon World dus nu verzonden. Ja, ik weet niet of Sander dat weet, maar ik probeer de Digimon DS games te krijgen allemaal. Ik heb World DS heb ik al, ik heb Dawn heb ik al, dus het moet dus nog. En Evolutions, maar die is Japans exclusief. Nou, dus ik heb ze allemaal wel besteld. Ik mis alleen nog de manual voor die. Dus we hebben een Fire Energy. Oh, hier zit een goede kaart in. Hij voelt me aan. Oh ja, ik zie het ook op de webcam. Toxapex. Metang. Professor Leventon. Litten, Bangepoes. Murkrow. Swablu. Rotom. Benuri. Klinklang. Vulpix. Hey! Nice. Matching cardings. Matching cardings. Matching hoodings. Matching hoodings en matching cards. Er is maar één loserboy die niet zo'n mooie hoodie aan heeft. Oh ja. Maar hij kan altijd nog opstaan om aan te trekken. Dus... Dat is wel nu word je gemaskeerd. Dat is een groepsdruk. Ja. Dus we hebben nog Smeernof, toch? Speaking of, ik heb wel even weer zin in een speaking of 1, 2, 3, 4. Uitbeelding staan, ondanks dat jullie allemaal in beeld staan. Hè? Dat is niet zo groepsdruk van mij. Mogen we niet zo'n. We hebben een Energy, Serena, Darkloak, Worker, Dratini, Klink, Stunfisk. Hey, dat is ook hetzelfde art als dingen. Soort van. Sorry, wat is het? Soort vanzelfde artstijl als zijn Viper en die andere. Wat was die andere ook alweer? Die was echt vet. Skunk Tank, toch? Nee? Nee. Skunk Tank. Nee, niet Skunk Tank. Ariados. Ariados, ja. Welke? Tokidemaru. Tokidemaru. Esper. Beltoy. Milotic. Welke had diezelfde artstijl als die zijn Viper? Stunfisk. Stunfisking. Ja. Die vis in de steun. Is Shoe in? Of Galarian bedoel ik? Of gewoon? Gewoon. Gewoon, ja. Eel. Zelf eel. Dat is waar. Kan ik ook niks doen, oké? Dat hebben mijn ouders gedaan. Verkeerde geen overgebracht. We hebben een Energy. Watering. Palosand. Leafy Camo Poncho. Oh, deze Ferrothorn. Padlil. Chinchou. Ferroseed. Pikachu. Ponyta, Rockruff en ja, die is goed. Ja, die is goed. Die is goed. Hij heeft het gezegd nou, we hebben het op beeld. No. Nee, niet klippen jongens, niet clipping. Don't do clipping. Hij had een Incineroar en Sander zei, dit wordt de goeie. Dus, hij heeft het nu gezegd. Ja. Ja, nu is het jammer, Sander. Sorry. Het staat op beeld. Nee, hey, maar het is nog niet geklipt, hè? Oh, wacht, je gooit deze shit online. Lol. Die staat er voor altijd online. Omdat Sandring is Sandroar goeding, vind ik. Dat is niet op, maar niet eng. Ik vind het best wel. Jij bent er maar niet, maar ik niet eng. Ik ben hartstikke boos, eng. Zegt hij met een beetje smal op zijn face. Hij zat echt niet lekker, hè? Ik weet echt niet waarop ook. Nee, terwijl ik toch eigenlijk nog niet zoveel... Oh, ik had er ook nog niet zoveel last van. Ja, een paar keer, maar... En jij zit ook wat hoger of zo, volgens mij. Ja, dat je alleen de bovenkant van de kaart ziet, zeg maar. Ah, ja. Oeh, dat wel. Zie, daar gaan we doen. We hebben een Energy. Behem. Dat is een Emergency Jelly. Dat zou zo van Spaghettito kunnen zijn, joh. Misschien wel. Who knows? Solo. Nee. Solo nou weer niet meer, hè? Nee, probeer eens je hand er heel even voor te doen, zodat hij scherp staat op je hand. Ja? Ah, net deed hij. Hij deed het en toen nog weer ging meteen. Toen dacht hij, nee. Zolassus. Volgende keer moet je de camera van Eligem. Van Paddy meenemen. Ja. Fungus. Sandygast. Marini. En Alolan Vulpix V. Maar waarom krijg je die en V? Vraag ik me af dan. Ze moeten toch eerst nog evolueren in Ninetales? Dat probeer ik niet te begrijpen. Dan doe ik het ook niet. Nee, ik weet het echt niet. Ja, sommige last evolution Pokémon, zeg maar, die hebben ook gewoon een first stage card. Dat je die meteen op kan leggen. Oh. Dat is niet verkeerd. Doe ik al die Radiants bijvoorbeeld. Volgens mij kan je die gewoon zo opzetten. Volgens mij geen voorevaluaties neer te zetten. Nee? Nee. Maar anders moet je... Ik snap het ook wel, anders moeten ze allemaal Radiants printen. En dan moet je ook nog de regel dat je alleen Radiants mag op Radiants mag leggen. Ja, wat heel kut is. Ja, en dat je meer Radiants print, zijn ze minder waard. Ja. En je deck wordt ook, waarschijnlijk wordt voor decks ook amper gebruikt dan. Ja. True. Oké, let's go in. Energy. V-Guard Energy. Nog een Energy. Unidentified Fossil. Energy. Nog wat Energy. Durant. Ralts. Fletchling. Dratini. Klink. Forest Girl. Nice. Je hebt het woordje girl maar te zeggen en hij vindt het nice. Oh. Nice. Nou, ik zag die kimono, dus ik dacht, nice. Die is van de Gen 6. Gen 6 heen. Gen 6 heen, toch? Is die van de Gen 6? Geen idee. Wat zien die kimono wel? Ja. Kimono Girl is nu van Gen 2. Nee, even geen Kimono Girl. Sorry. Oh, jammer. Huh? Nee, die ken ik niet. Oh nee, wacht, die hoort zit wel achteraan, klopt. Ja, wacht. Nou, ik had dus een keer een box, daar zat dus de energy steeds verkeerd om in. Was super raar. Ja. Oh, daar was ik volgens mij bij die stream, toch? Ja. Chilling Ray was er volgens mij. Ja. Hm. Energy, Clang, Krokorok, Anorif, Rotom, Dreepy, Vulpix, Imora, Chirameko, Breaksen en Keldeo. Hij staat elke keer scherp op die kaarten die je neerlegt. Ja, oké. Okay. Ja, dat is lastig. Lastig game. Dat is lastig in Engels zeggen. Dus moet je een beetje aan de zijkant, wat ik ook met Yu-Gi-Oh! Kaarten deed. Yu-Gi-Oh! Ja. It's time! Oh, de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Yu-Oh! Ah, I fucked. Oh, you fucked it up. I fucked it up. Het is een Arcanine. Ik kan nog steeds een shiny in zitten, want die zit op de reverse hollow plaats. Energy, Metang, Toxapex. Ja. Trainer Lens. Indeedee. Marini. Misdreavus. Swablu. Swordix. En Metang. Je slikt door zijn kaart heen te praten heen. Jongen. Sorry. Tank. Hallo Metang. Met first hollow. Ja, kan wel. Dat is wel handig. Dat weet ik. Dat is misschien wel handig. Ik ga wel even pakken. Laat Paddy lekker even zijn ding doen. Gaat die vlosdraad voor je pakken? Nee, Ten Stoker. Ten Stokering. Hij stookt, man. Hij zit te stoken. Ik zat te denken om het mee te nemen, maar... We hebben een V-Star, Donphan, Dragonair, Torracat, Misdreavus, Wilmer, Murkrow, Imolda, Meditite, Reverse Holo Murkrow en een Klinklang. Topper. Ah, jammer. Klinklang! Het was de beste pack ooit, als er nog een rare of zoiets erin zat. Een Slugma. Een Slugma, ja. Daar nog één. Jumper? Zit hij erin? Hm? Zit hij erin? Slugma, nee. Zit niet in deze set. Slugma zat in de vorige set. Lost Origin. 1, 2, 3, kan gewoon 2 keer achter elkaar hoor. Wat mij betreft. Alles kan. We hebben een Steel Energy. Ik had hem niet lekker vast. Drekloak, Serena, Archen, Halucha, Rufflet, Vulpix, Drowsy, Growlithe, Behem en Noivern. Het gaat nog niet echt heel erg lekker naar mijn idee, hè? Nee, dus niet zo'n heel best pak. Dozy. Maar misschien komt het toch? Hoi, hoi. Oh, hi. Yo. Welkom, Rivi. Rivi? I. Rivi. Ja, Rivi. Lekker Rivi. 1, 2, 3, 4. Ah, verneukt. Ik wou te graag, maar ja. Paddy. Sorry. Miss Magius, een energy. Maar zo'n shiny kan nog, heb ik gehoord, want die zit op de ene laatste plek. Aha, Rivi. Ja, zo heet het. Oh, gewoon Rivi. Gewoon zo uitspreken, Rivi. Venomoth. Curlia, Misdreavus, Swablu, Swirlix, Dreepy, Rotom en Curlia. Ik weet niet dat dat kan. Nee, denk ik ook niet, hè. Ik weet niet of het we kunnen het proberen. You never knowing. Never knowing. Never walking alone. Nou, niet beneuken, hè? Behalve als je wel alleen... Het is er 1, 2, 3, 4... Ja! We hebben een energy. Altaria. Donphan. Duotion, dat ja. Beldum. Stunfisk. Vulpix. Snorrent. Fletchling. Meowstic. En een holo Crobat. Wel mooie art. Ja, ja. I like this Growbat, maar jammer dat het niet iets mooiers is. Jammer. Nou ja, iets meer waardevol. Ja, maar Perry, je moet je voorstellen, hè? Alles is straks ruk, maar er zit wel die Lugia erin. En dan dan hoor je mij niet klaar. Nee. Hoor je zeker niet. En die komt er nog, want die is mij beloofd vandaag. Door de Pokémon voorheen. Nou ja, weet je, als hij hier niet in zit, dan kan je altijd nog Power Plus gaan kijken. Krijg je ook de Lugia. Ja, nee, dat hoeft niet hoor. Dan neem ik genoegen met één Lugia minder in mijn leven. Dan heb ik denk ik wat sterkers nodig dan. We hebben een energy. Die moet je doen om in slaap te komen. Altaria. Brandon. Lantern. Beltoy. Sunkern. Vampy. Indeedee. Marini. Spinda. En Unknown V. Ik krijg heel veel flashbacks naar eerder vandaag. Ja, maar jij had wel meer Torgeddings. Ja, ik had wel nog helaas wel meer Torgeddings, ja. Maar helaas ook meer... We gaan het even verkeerd. Moet je even een glas water in? Ja. Ja, geef me even een glas water in. Geef me even een glas water in. Hé, Nando. Ja. Water. Water. Tussen haakjes. Tussen haakjes. Water. Ja, ik zal even... Oké, Sanrain. Hier is je glas water. Dat is een beetje troebel. Dankjewel. Ik ruik dat hij zo troebel is. Toen net niet, maar het zal wel. Ik geloof in je. Er zit een beetje zeep in. Brabants water is dat. Brabants water in. Wallace. Jinx. Is Jinx niet een beetje ook weer die artstijl of niet? Ja, volgens mij wel, ja. Brandon is wel harding. Brandon. Bange Poes. Rufflet. Fennekin. Durant. Imolga. Vibes. En Armaldo. Dat Armaldo is de laatste. Ja. Shenring, je bent zo meteen wel verplichting om zo'n klein laagje te nemen. Zo'n klein laagje. Dat is minder dan een schop. Niemand is verplichting. Jo, jawel. Ja, ik heb 4 flessen gehaald. Ik vind dat die wel verplicht is. Jij had ook kunnen vragen. Ik heb 4 ook. Drink je alcohol heen? En dan had ik gezegd, nee, ik drink absoluut geen alcohol heen. Maar wel absoluut vodka. Dat drink je wel. Energy. Torracat. Maar alcohol, dus dan mag. Dragonair. Niet gemixt. Venomoth. Mag geen gemixt. Growlithe. Klink. Wilmer. Dratini. Feebas. Solasis. Oh! Lugia! Het is een Lugia! Dat is een Wel de verkeerde Lugia, maar het is een Lugia. Oh, deze is zoveel vetter dan mijn regenboog kut, man. Volgens mij is dit de één na duurste kaart in de set. Ja, heel ziek. Heel ziek. Kunnen we even die zieking spammen in de chat? Spam even die heel zieking als je ook gesub bent op mijn kanaal. Nee, dat is gesub op mijn kanaal. Setting. Het is heel jammer dat die camera niet echt helemaal lekker goed scherp stel. Hoe lang dit gaat duren? Maar dat duurt heel lang. Mijn mobiel is niet zo, niet zo snel. Hè. Dan moet je heel snel activeren. Oh, alles gaat kapot. Wacht even jongens, wacht even. Maar Sandring, dat nul alcohol, dat is net zo'n keuze als dat ik geen tattoos neem, denk ik dan. Ja. Denk ik. Ik weet niet wat jouw reden is voor geen tattoos. Exact, maar... Nou ja. Als je wat later ouder bent, dan worden ze lelijk. 1, 2, 3, 4. Fijn om dat te branden op Oh, wacht, Sander wil op de hype een dingetje doen. Dus hè, zo, hè. Oh, ik weet niet wat erachter zit. Oh. Heel ziek, wat komt er? Oh, heel ziek, what the fuck. Ik wist het. Mooi emote. Hij saved it. We hebben een energy. Stonejourner, hey, voor het anders thuis. Ja, dat is mijn huis. Wat de freak loop je mij nou te koksen, gast? Aquarendit. Sorry. Emergency Jelly. Die lijkt echt op de color scheme van Spaghettito, joh. Juist. Huh? Dewspider. Spinda. Feebas. Noibat. Chinchou. En Hisuian Relicanth. Elke Spinda is uniek, had ik moeten zeggen. Niet elke Spinda is uniek, zei ik. Ja, nou, eerlijk. Dat is waar, dat is waar. Ik kan er wel mee inkomen dat ze niet allemaal uniek zijn. Dat het gewoon geen natuurlijk uniek is. Ja, je kan ze dupen. Dat is waar. Er zijn zoveel Pokémon Space. En zoveel Spinda's. Want iedereen neemt natuurlijk een Spinda in zijn team. Energy. Clang. Fletchlinger, Lance, Snorunt, Sandile, Fennekin, Murkrow, Beldum, Radiant Alakazam en Talonflame. Nou, hij wordt steeds beter jouw pakje hoor. Je hebt al 2 Radiants en de Lugia. En je hebt nog een 4-star Alolan Vulpes. Ik denk dat jou al beter is als die van mij. Dan die ja, maar al deze die hij had, had jij ook... Oh nee, die Lugia niet. Die Lugia niet. En die... Ja, had wel een andere Lugia. Die Radiant... wat had je nou? Radiant Serene had ik niet. Ja. Oh ja, die had... Nee, klopt. Jij had toch Candace? Ja, Rainbow Candy. Ja. Ja. Kutste Rainbow die je kan poelen. Ja, maar het is nog steeds een Rainbow. Zo kun je het ook bekijken, Henk. Moet ik je de winkel doorsturen waar ik ze bestel? En die in de fixen? Oh. In de picking. Dit staat op beeld, hè? Dit is evidence. Dat is waar we ook mijn Yu-Gi-Oh! Kaarten haal, toch? Ja, Gamers Paradise. Ja? Ja, ja nou, maar ook mijn Yu-Gi-Oh! Kaarten. Nou, Energy. Ja, Gymtrainer. Ja. Meowstic. Golbat. Vulpix. Emolga. Chimecho. Benurry. Jongens, dit is veel te stil. Ik ben veel te zenuwachtig. Niet zo gemeen doen. Nou, dat hoort erbij. Drowsy. Jinx. Oh ja, die Jinx heb ik ook. En Zeraora. Ik vind dit echt een vette Jinx-kaart. Ja, hij is wel leuk. Maar wat doet hij alleen met een Jinx in een bos? Haha, dat is wel een beetje... Ja, ik zie er ook hartjes... Oh, ja. Oh. You're making it the boarding again! Je ziet er ook hartjes... Oh ja, oh. Hij heeft die hele Jinx heeft hij in de palm of his hand, joh. Oh, je doet hem ook echt daarachter of zo. Nou, dat moet wel, want anders houdt hij hem niet vast, zeg maar. Op die manier. Jongen. Ik weet alleen niet of hij nou goed is. Moet je zo kijk dan, ja, jongen, die hij hoeft niet eens meer Sweet Kiss op hem te doen. Nee, Lovely Kiss. Zitten zelfs hartjes bij, dus... Attract. Ja, dit is al eng. Ja, hè? Ze doet die attracting, denk ik. Die Jinx heeft gewoon een crush op haar eigen trainer. Net zoals Bayleaf. Bayleaf. Ah, dat is zo lief. Ik ben Bayleaf zo lief. Als Bayleaf niet in de anime was geweest, dan had ik Bayleaf waarschijnlijk nooit leuk gevonden. Wow. Nee, dat is niet waar, maar nooit zo leuk. 3, 4. Hi Bayleaf, I can fly. I believe I can fly, dat is zo lief. We hebben een energy. Ik voel deze. Oh, is het weer een Cinnamore is. Archen, Serena. Hier. Meditite. Hoe gaat het met jullie? Ja, goed. En bij jou? Duwpijder. Oeh, dit is een goeie. Ponyta. Ik zei dat ik hem voelde, hè? Vennonet. Ralts. Reverse Holo Litten. Reggie Lecky VMAX. Reggie Lecky VMAX. Oké, Milan, ik ben nu wel mee eens dat waarschijnlijk Paddy een beter pakje heeft. Ja, een goed hoor. Boxie. Hij heeft nu al een betere box en er zitten nog best wel veel pakjes in. Ja, dit is een ja, maar zo'n Lecky is waarschijnlijk ook echt een van de top tier kaarten, of niet? Weet ik niet. Dat weet ik niet. Oh, hij ziet er VMAX. Ja. Ben je zelf ook nieuwe Pokémon game aan het spelen, Riffy, of dat niet? Dat is eigenlijk altijd... Of denk je gewoon van, hé, ze zijn packs aan het openen, dat is leuk, ik kom kijken. Ja, het staat niet in de titel natuurlijk, dus... Ja, maar zitten we nou ook op de Pokémon TCG, of? Nee, we zitten op de Scarlet Violet. Jazeker, sinds gisteren. Nice. Lekker. Dan gaan wij ook zo meteen weer door nadat de box geopend is. Ja, precies. Wij doen eigenlijk shifts en hebben een klein dingetje, ik weet niet of die hier tussen staat. De Discord link. Ja. Die. Ja. Hij doet... Nee, hij doet het niet. Oh. Hoe kan dat gebeuren? Poging 2. Ja, 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 nou wel. Okay. Maar in die Discord staat ook een kleine planning? Een planning waarmee je de tijden kan zien van wanneer zijn wat aan het spelen, wanneer openen packs, dat soort dingen. Dus, in principe is alles wat niet ingepland staat Scarlet Violet. Ja, eigenlijk wel. Ja. En als je geïnteresseerd bent, hebben we natuurlijk ook is er ook een giveaway gegaan, de uitroepteken giveaway. En ja, als je dat interessant vindt, hè? Ja, dat. Ja. Lees maar even door op je gemakkie, zou ik zeggen. Als je de interesse hebt natuurlijk. Dus dat. Gaan wij door met packs. Hebben we een Energy Fire. God, dat vind ik echt zo'n kutnaam. Sigilif, dank u. Breeksen. Behium. Ook weer die in die art. Ja. Spinnerek. Ralts. Krogunk. Solasis. Eligem. Altaria. En Cobalion. Nou, alleen Terrekje nog. En dan heb ik ze alle drie. Ja, wel de lelijkste van de drie. Ik vind Terrekje juist het beste. Van de drie. Lelijk. Wacht, welk kaartje nu? Ik heb nu Cobalion. Oh, ja. Nee, ik vind Cobalion... Ik vind Terrekje zo lelijk. Terrekje? Maar welke vind je mooist dan? Ferroseed. Ferroseed vind ik dan weer wat minder. Ik vind Cobalion het mooist. Ik vind, ja, Cobalion is denk ik wel voor mij ook het mooiste. En daarna denk ik Terrekje. Ik vind Ferroseed echt fijn. Maar ik snap misschien wel waarom je Terrekion onlelijk vindt. Is dat vanwege dat lichtblauw-rood, die combinatie? Nee, want die shiny vind ik wel vet. Oh, je bedoelt gewoon normaal? Gewoon normaal. Oh, ik dacht dat je shiny bedoelde. Dan vind ik Ferroseed al helemaal het vet. Die is helemaal roze. Ja, dan is die vet, ja. Darkloak, Worker, Sunflora, Spinda, Raichu, Noibat, Tokudemaru, Sandile, Sunflora en Reniculus. Holo. Holographic Rioniclus. Goeie. Het is misschien wel 20 cent waard. Posture check? Nee, dank u. Geen posture check. Sandringen posture check. Alright, oh wauw. Oh wauw. Die auto's zijn zo lastig te krijgen er tegenwoordig. Is Milaning ook tijding voor posture checking? Ik weet niet wat dat betekent, maar ik wil wel wat droppings. Dankjewel. Van die auto droppings. Ik weet niet zo goed hoe je dat moet vertalen, posture check. Maar ik denk meer dat je gemoedsstand. Moet je gemoedsstand eventjes checken. Dan, meestal neemt de streamer dan wat drinken, een slokje of zo. Voor een hapje. Ja, ik ben zelf niet van de algemene snoep. Ik weet niet waarom. Ben ik niet zo van. Ja, nou, waarom de winkel nog ook. Ik ben ook meer een cool guy. Nee, ik ben meer gewoon van de chips en chocola. In plaats van daadwerkelijk de snoep. Heb ik ook. Maar als andere mensen snoep hebben of zo. En ik vind niet alle snoep lekker, maar dit soort snoep leuk dan wel weer. Ja, af en toe iets vind ik wel prima. Maar ja, precies dat. Ik zou het niet uit mezelf pakken. Ik zou zelf niet zo snel snoep kopen. Inderdaad. Ik ben echt een snoeikont. Maar ja, dat is ook wel. We hebben een Krogunk. Candice. Those are rare. We hebben een Glalie. Zubat. Fungus. Zandygast. Relicanth. Halucha. Klink. En Ho-Ovi. Dat is echt niet zo ook. Ik heb het gevoel dat alle legendaries in deze set zitten. Ja. Echt niet normaal. Die vind ik echt een hele epische art. Ja, ik ook. Hij komt ook uit die kaart, zeg maar. Ja, maar hij is ook best wel gedetailleerd. Onnodig gedetailleerd. Ja. Mag ik eens zien? Deze set is gewoon de Dynamax Adventure set. Ja, basically. Ja. Ik vind hem best wel vet. Dit zo en zo. Ja. Zoals wie in actie zit. Ja, ik vind hem vet. Heel ziek. Leg me op de stapel, Sander. Heel Seeking. Oh nee, het is een no-o. Het is een no-o. Seeking zit niet in deze set. Echt niet? Seeking zit ook niet in de game. Dat is wel minder. Anders waren we die echt wel tegengekomen. Oh, en ik heb zo meteen wat ik kan vertellen over de game nog. Ik heb wat opgezocht net. Uh-oh. Spoilers. Ja. Spannend, hè? We hebben een 4-star. Primordial Altar. De Dene. Fletchlinder. Swirlix. Marini. Mewtwo zit niet in deze set, of wel? Indeedee. Beltoy. Sunkern. Relicanth. En Ferroseed. Maar waar is Terrekion? Is de buurman aan het hameren ofzo? Nee, dat is My Landing. Dat is My Landing. My landing is een schilderijtje aan het ophangen, denk ik. Dat is met het tafeltje waarschijnlijk onder die stil. Ja. Ah. Ik ben zo iemand die kan niet stilzitten, dus ik moet altijd iets te kut hebben. Ja, dat heb ik ook, ja. Herkenbaar. Oh. We hebben een... We zijn een echte streamer, we doen dat allemaal. Energy. Unidentified Fossil. Enorinf. Professor Leventon. Tokudemaru. Petlil. Pikachu. Growlithe. Liv. Ding. Klink. Brandon. Victini. Victini is ook al in de set. Of hadden we die ook al? Victini kan je ook in. Ja, die had ik ook al. Soort ontvangen. Krijgen. Echt? Oh ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Je moet straks maar eens onder de ding kijken. Hoe ik met mijn voet altijd zit te kutten. Het is een hele bruine plek, omdat ik ook op mijn voeten daar zo zit. Ja, op de muur. Ja, dat heb ik ook thuis ook. Je ziet ook precies, ik weet natuurlijk een paar keer mijn kabel opnieuw ingericht. Waar mijn bureau heeft gestaan. Oh wow. Dus als ik hier ooit weg heb, moet ik dat wel verven. Ja. Oefing. We hebben een geniale Energy. Toxpex. Jinx. Toxicroak. Heeft nou printmarkings? Hij heeft printmarkings. Markings? Ja, van printen. Ja, daar kan je niet. Waar? Op stream kan je het niet. Nee, stream niet, maar omdat ik hier licht heb, zie ik het wel. Mag ik eens kijken? Ik zie het zo ook niet, maar misschien omdat ik een verkeerde hoek heb of zo. Hij loopt net zo, om het zo te zeggen. Ja, oh ja, ik zie het, maar je moet wel heel goed kijken. Heel maar eens kijken. We hebben een Wilmer, Dratini, Vibes. Oh ja. Vampy. Ja. Als ik hem tegen Litten hou, dan zie ik het wel. Indeedie. Ja, een Ariados holo. Oh, in zo'n spinnenwappie. In die spinnenwappie. Oh ja, ik zie zo'n lijn, toch? Ja. Tenminste, ik neem aan dat jullie dat bedoelen. Ja. Dan kracht door zijn zak onder zijn uigje, zeg maar. Ja. En die loopt over de hele kaart heen. Ja, inderdaad. Van boven naar beneden. Inderdaad. Ja, als je goed licht erop hebt, dan zie je dat wel. Ik zie hem wel, ik heb hem gezien in ieder geval. Gezien. We hebben een Steel Energy. Is dat een Radiant in die? Hij leek heel erg roze. Nee. Maar. Sigalith. Gym Trainer. Curlia. Ja, van de Gardevoir. Relicanth. Halucha. Tokudemaru. Petlil. Pikachu. Worker. En Dragapult. Sommige mensen zijn van de Mauwaals, maar wel van de Mega Mauwaals. De Mauwile! De Mega Mauwaals, ja. Er zijn nog 3 packjes over, of niet? Ja. En die van ons. Nee, dat zijn... Dat zijn de 3. Oh, nou. Dus begin maar met die van mij. Met die van jou beginnen? Ja. Met die van Nano heen. Als er geen Murkrow in zit, dan er zit hier 1 kaart in de set. Ja. Niet per se de Lugia, maar die zou ik best wel graag willen. En dat is? Reggie Draco, Alternative Arts. Tuurlijk wil hij de Reggie Draco. Heeft hij zo lang dat gaat je 2600 pakketjes kosten, Paddy. Nou, dat geld heeft hij wel. Kan ik hem beter gewoon zo kopen. Ja. Dat is waar. Ja. We hebben een Energy. Meowstic. Glalie. Candice. Benuri. Drowsy. Spinnerek. Ralts, Krogunk, Full Art Burnett en Zygarde. Ja, ik ben teleurgesteld, geen Murkrow. Snap ik, King. Als in mij is ook geen Torken of Litten zit, dan ik word woest. Ja. Hoe heette die guy? Burnett. Burnett, dat is geen guy. Dat is de vrouwke van Sun and Moon. De vrouwke van... hey, daar kunnen we ook kunstjes mee. Dat is de vrouw van professor Willow. Van Kukuit. Oh, maar die van Kukuit. Oh nee, die is van Kukuit. Nee, die is de volgende. Wie offert zichzelf op? Ja, we zeggen... We hebben een Reggie Draco en een Reggie Eleki. Ja, hier zit de Draco ook in. Ah, oké. Ja, dus hebben wij die maar voor het laatst. Naast de Lugia, ja. Dus ze zitten achter mijn pakje straks in de Dinnerwar zitten. Oh, dat hoop ik echt. Dat hoop ik echt niet. Dan is het gedaan met mijn leven. duik. 1, 2, 3, 4. We hebben een energy. Snap ik wel hoor. Quartzstone. Hé, hey, dat is mijn eerste. Hier zit een goede kaart in. Oeh. Mijn eerste Quartzstone. Oh ja, ik had er ook maar één. Je hebt er meerdere toch? Nee, jij had er meerdere. Kijk, oh, meerdere Quartzstones? Ja. Dat is Lopunny. Lopunny. Smash your pass. Smash your pass. Nice. Ja, die zou... So girl. Smash. Oh, pass. Pass deze. Pass deze heel hard. Pass deze ook maar. Pass deze ook maar. Niet ook maar. Pass. Ja, pass. Ja. Pass. Smash. Pass. Nee, ja. Zou ik als huisdier willen, maar pass. Daar komt hij hoor. De Lugia in. Passing. Oeh. Die is vet. Een Unown, A, B, C, D, E, F, G, U, E. Victory staat er. Victory. Victory Mol. F-I-T-O. Nee, die C moet er nog bij. Het is sowieso Victory en dan is het M-O-L, Elmo. Mol. Is het een S? Elmo. Die hierachter? Wacht, mag ik niet zien? Nee, hier kijk, dit is zo. Victory. Ja. En dan Screech. Mol. En die anders kan je. Dat is een S of zo. Mos. Victory Mos. Oh, Victory Symbol. Oh. Symbol. Ah. Deze is ook voor mij een van de top 10 duurste. Ja, maar die is fucking vet die kaart. Ik had toen al even een lijstje gekeken. Hè? Dat is een mijne, hè? Nee, die kaart is fucking vet. Jij hebt zoveel betere boxen dan ik. Wat een onzin. Ik zou naar de winkel gaan, Milan. Met voeren. Nah. Ik wil een nieuwe box. Soms moet je gewoon een los hebben. Ik bedoel, dat weet je van tevoren. Ook die background vind ik echt heel veel. Packs openen is gewoon gokken. Ik ben echt gewoon benieuwd naar de base set van Scarlet Violet. Want dat is de eerste volledige set die komt. We hebben als laatste pakje, een Energy. Energy Dark. Darkloak. Lantern. Unidentified Fossil. Hier zit gewoon die Klink. Padlil. Litten. Murkrow. Ja, Murkrow. Swablu. Wij zitten daar alle twee weer in. Dragonair. We zitten wel. En Gardevoir. Oh, slecht deze packie. Dat somt wel een beetje op hoe mijn dag gaat. Echt? Nee, dus ik maar wat kan ik doen om wat beter? Met de Pokémon kaarten. Nou, een nieuwe box voor me halen waar gewoon goede kaarten in zitten. Ja, dat geld heb ik niet. Nou, je hebt het vast wel. Moet je even Ome Duo heel lief aankijken. Ja, en dan zeggen ze, rot op, kom hier maar pas om 23, dan betalen we weer, lul. Even een kleine recap van mijn pools die ik de moeite waard vond. We hebben Professor Burnett, Reverse Holo Dragapult, Reverse Holo Ariados, Ho-Ovi, Reniculus, Reverse Holo, Reggie Eleki VMAX, een Jinx, Radiant Alakazam, Unknown V, Crobat, Rapidash, Alolan Vulpix V, niet nog een V uitdoen. Ja, ik kan niet stilstaan. Rockruff, ik denk aan Alolan Vulpix V-Star, Medicham, Radiant Serna, Gardevoir, Arcanine V, Forest Sealstone, Unknown V en The Boy. Lugia. Max, Golden Carding, Secret. Hoppa. Ja, dat is wel een applausje waard hoor. Milan, wil je de laatste beetje uit de fles nog lurking? Nee, dankjewel Henk. Doe jij maar lurking. Doe ik de lurking? Ja. Doe de lurking. Doe de hippie shake. Nou ga ik prijs checken natuurlijk, hè. Dat snappen jullie ook wel. Doe dat maar. We'll be right back.